Bij het Haren ziekenhuis kennen we een explosie aan data. Medische beelden gebruiken heel veel opslagruimte, maar ook public wifi voor patiënten en bezoekers. Naast de huidige bewaartermijn van medische beelden moeten we ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen zoals personalized medicine, e-health en patiëntencomfort. Nieuwe technologieën leveren uiteraard veel meer data op. Hier moeten we ons datacenter op voorbereiden. Een vierkante meter in een ziekenhuis is gewoon duur, die in feite bedoeld moet zijn voor patiëntenzorg. Dus zochten wij naar de meest efficiënte inrichting. Haga ziekenhuis had een aanbesteding voor een nieuwe serverruimte. Wij hebben daarop ingeschreven en hebben met Haga gezocht naar een goed ontwerp daarvoor. Het ontwerp is gemaakt in 2009, maar de serverruimte voldoet nog steeds aan de eisen en wensen zoals die er nu zijn. We hebben bij het ontwerp van het datacenter niet alleen gekeken naar continuïteit, beschikbaarheid en toekomstvastheid, maar ook heel nadrukkelijk gezocht naar ruimtebesparing. We hebben gebruik gemaakt van in-row cooling, waardoor we effectiever en efficiënter konden koelen. Waardoor we ook de omgeving kleiner konden maken, compacter konden maken dan Haga oorspronkelijk zelf in gedachten had. Uiteindelijk hebben we het oorspronkelijke ontwerp met 30% kunnen verkleinen. De huidige serverruimte is zo'n 75% efficiënter dan de toenmalige technologie. Dat geeft wel aan dat de kosten van de stroomverbruik daarmee 75% lager zijn dan een conventioneel ontwerp. Door monitoring zien we continu hoe de IT-ruimte functioneert. En door de trends die we daaruit halen kunnen we heel snel inspelen op veranderingen en aanpassingen doen waar nodig. De goede monitoring blijft de ontwikkeling in de baas zonder een downtime. Dat is volstrekt onbespreekbaar. We praten over uptime van vele negens en daar zijn we zeer blij mee.